Het belang van BIM volgens mij is het goed beheer van informatie doorheen een bouwcyclus. Dus als je meestapt in een BIM-verhaal, moet je eigenlijk leren met welke informatie je aan de slag gaat en welke informatie je zelf gebruikt en welke informatie je terug aflevert, zodanig dat je je ins en outs onder controle hebt en een efficiënter bouwproces en ontwerpproces kan realiseren als stakeholder binnen de levenscyclus van een gebouw. En op die manier kan je faalkosten verlagen, kan je bouwefficiëntie verhogen en stap je beter doorheen een bouwproces in het algemeen.